Allemaal hartelijk welkom op de vergadering van de rekeningcommissie. Het is me van verschillende kanten gezegd van hou het kort, want er schijnt ook iets belangrijks te zijn in een van de Noorse landen. Maar goed, de plicht roept en ook mensen die via de koperdraad en glasvezel met ons meedoen, hartelijk welkom. En ik geef het woord aan de accountant. En volgens Co was het een substituut-accountant. Maar goed, wel de man die het echte werk gedaan heeft. Zeker. Ja, dank u wel. Ja, substituut ben ik voor Rob Bouwman, neem ik aan. Dat is een tekenende accountant natuurlijk. U heeft ontvangen het concept accountantsverslag. Ja, en ik wou de presentatie maar even doen aan de hand van het dashboard wat daarin zit. Maar ja, het belangrijkste is eigenlijk om te zeggen van ja, een echte oordeel over de jaarrekening is op dit moment finaal nog niet te geven, omdat de werkzaamheden ten aanzien van de geldstromen rondom het sociaal domein nog onderhanden zijn. Ja, dat heeft te maken met de jeugdzorg die via BVO IJsseland wordt afgerekend. Daar komen de verantwoordingen begin juni van. Daarnaast moet ook ten aanzien van de PGB's en de WMO-stromen nog informatie ontvangen worden. Ja, zodra die beschikbaar is, ronden we de controle af. Nou, dat maakt dat de bevindingen zoals ze in het verslag zijn opgenomen, onder voorbehoud van die zaken zijn, zeg maar. Het is wel zo dat voor wat betreft de overige zaken, het beeld wel te schetsen is. Ik weet niet of we inmiddels het verslag ook zien. Nou, dat is misschien niet heel goed leesbaar, maar dit is de bewuste pagina in het verslag, zeg maar. Oordeelsvorming tot dusver is dat onder de voorbehoud van de uitkomsten van het sociaal domein de jaarrekening getrouw en rechtmatig is. Is eigenlijk inhoudelijk op dit moment één belangrijke bevinding. Die ligt een beetje in lijn met de bevinding die er vorig jaar ook al was. En dat betreft een aantal onrechtmatigheden die zijn geconstateerd ten aanzien van de naleving van de Europese aanbestedingsregels. Tegelijkertijd kan er wel bij vermeld worden dat bedrag inmiddels teruggelopen is ten opzichte van vorig jaar en eigenlijk ook nog maar twee dossiers betreft. Dus in beginsel lijkt daar een goede lijn ingezet en hoeft de bevinding op zichzelf geen gevolgen te hebben voor het oordeel. Maar het is natuurlijk even afwachten hoe... hoeft geen gevolgen te hebben voor het oordeel, wel onder het voorbehoud van de uitkomst van het sociaal domein. De jaarrekening die sluit met een resultaat van 7,3 miljoen. Ja, dat hebben we allemaal kunnen zien, dat is wat hoger dan begroot. Wij proberen altijd een indicatie te geven van hoe goed is dan je voorspellend vermogen als gemeente. Dat is een beetje de vuistregel van dat je zo een bandbreedte 2-3% afwijking zou mogen hebben van je begrote lasten. Daar kom je hier over 2016 nu net iets boven. Dus je zou kunnen zeggen, het voorspellend vermogen is misschien op onderdelen nog iets aan te scherpen. Aan de andere kant... En zit je er ook iets veel boven en zijn in de jaarrekening de verschillen netjes toegelicht. Als we dan naar de inhoud gaan, dat is het blokje in het midden onder. De belangrijkste bevindingen eigenlijk ten aanzien van 2016. Naast het al genoemde punt van de aanbestedingen. De waardering van de grondexploitaties. De BBV, dus de verslaggeversregels, die zijn op dat punt aangescherpt met ingang van 2016. Dat leidt ook onderdelen tot wat andere... verwerkingswijze, zo moeten de niet in exploitatie genomen gronden voortaan gepresenteerd worden onder de materiële vaste activa en die staan niet meer onder de voorraden waar de lopende exploitaties staan. En daarnaast is het zo dat er eigenlijk een stelregel geldt dat lopende exploitaties niet langer dan 10 jaar vooruit gecalculeerd mogen worden. En dat op het moment dat exploitaties over de 10-jaars termijn heen gaan, de gemeente risicobeperkende maatregelen zou moeten treffen. Die maatregelen die zijn in het NPG 2017, dat in december of ja, november-december hier in de gemeenteraad geweest is, uitgeschreven. Daar kunnen wij mee instemmen, dus in die zin heeft dat in de jaarrekening niet tot correcties geleid. Daarnaast is ten aanzien van de gronden natuurlijk nog een belangrijke post, het bedrijventerrein Rotbrink, die met ingang van de jaarrekening 2016 voor het eerst opgenomen is in de gemeentelijke balans. Daar zijn ook
uitgebreide wisselingen geweest. En er is ook een raadsbesluit gevolgd. Daarnaast vinden we verwerkingswijze hoe daarmee mee om te gaan. Hè. Dat verwijs ik naar het raadstuk van december vorig jaar. Nou, op die manier zijn de posities ook in de jaarrekening verwerkt. Nou, verslaggeverstechnisch hebben we daar nog de opmerking bij gemaakt. En dat zullen we lezen in het verslag. Dat de restantvoorziening die er ten aanzien van de Rotbrink is, hè, nog afzonderlijk als voorziening is gepresenteerd en niet in mindering is gebracht op de positie niet in uitvoering genomen gronden van de Rotbrink. Dat is eigenlijk een louter presentatie kwestie waardoor het balansbeeld enigszins anders is, maar de inhoud wordt daar gewoon de besluitvorming gevolgd zoals die daar lag. Dat zijn denk ik eigenlijk de hoofdlijnen van ons verslag. Vragen of opmerkingen? Mevrouw Lagas. Wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vraag over uw 2-3% regeling in het kader van de overschrijding van de voorspelling van de begroting. Rekent u bij die 2-3% ook de onzekere factor van de najaars- en voorjaarscirculaires van het Rijk? Of is dat exclusief? Dat is eigenlijk exclusief de berekening zoals die er hierin zit. Maar ja, het is indicatief. Hè. Dat zei ik al. Wij kijken gewoon naar de begrote lasten. Hè. Dus de lasten die je hebt en dan de afwijking ten opzichte van de begroting. Hè. Dus de gewijzigde begrotingen daarvan. Ja. Ja. De heer De Vries Robles. U moet een beetje eerbied hebben voor grijze haren. En ik begrijp dat dat bij u wat makkelijker, moeilijker is. Ja, ja, dank u. Mijn vraag zou zijn van, u bent nu 2 jaar accountant van de gemeente. U heeft het vorig jaar het verslag gepresenteerd en nu ook. En we constateren, zou ik maar zeggen, dat er economisch gezien iets andere tijden aangebroken zijn. Vindt u nou dat dat ook weer spiegeld wordt door het huidige jaarverslag ten opzichte van dat van vorig jaar? Nou, dat is ja, denk ik wat moeilijk te beantwoorden. Kijk, jaarrekening, die kijkt natuurlijk gewoon terug en die geeft cijfermatige beweringen daarin terug. Ik denk als je naar een gemeenterekening kijkt en je zou zeggen van ja, het gaat economisch beter, waar zou ik het dan in terugzien? Is dat aan? Ja, volgens mij wel. Ja. Waar zou ik het terugzien? Dan is met name de waardering van de bouwgronden daar natuurlijk wel een belangrijk aspect in. Daar hebben we vorig jaar natuurlijk ook nadrukkelijk naar gekeken. Nou ja, toen konden we ook met de waardering instemmen. Maar ja, de bouwgronden en de waardering daarvan, dat blijft natuurlijk ook wel een klein beetje een glazen bol karakter houden zo af en toe. Want alles valt of staat met de verkoopvolumes die je zou mogen verwachten. In het MPG 17, hè, wat eigenlijk gaat over de positie Pultimo 16, is daar denk ik nog niet echt een heel groot voorschot opgenomen in de zin van dat prognoses fors naar boven zijn bijgesteld. Dus ja, in die zin zie je dat ook nog niet echt terug in de rekening. Hè. Dus ik denk dat dat nog steeds gewoon een nette voorzichtige inschatting is van de posities zoals ze zijn. Maar we zien bijvoorbeeld wel een afname van de risicoreserve voor de gronden. Ja. Is dat in uw ogen een positieve ontwikkeling? Nou ja, positief of niet positieve duiding daaraan. Het gaat ons erom van wat is de onderbouwing die daarbij ligt. En ik denk dat er met het meerjarenprogramma gronden, dus de MPG, ja, een hele goede basis ligt. Daar is per complex, als het ware, zijn expliciete parameters doorgelopen die te grondslag daaraan liggen. En daar wordt ook het nodige gezegd en uitgewerkt ten aanzien van de verkoopvolumes en de kostenniveaus. Die daarin worden verwacht. En ja, daar liggen, dat hebben we natuurlijk vrij uitvoerig bekeken allemaal. Ja, daar liggen denk ik de dingen aan de grondslag die je daar zou mogen verwachten. Dus daarmee is dat denk ik een vrij accuraat beeld naar de situatie van dat moment. En als het dan meneer De Vries Robles, ik vind dit eigenlijk politieke vragen. En u mag hier een politiek oordeel over geven op 1 juli. In hoeverre zijn dit politieke vragen? Naar mijn oordeel zijn dit politieke vragen. Nou, naar mijn oordeel niet, eerlijk gezegd. Ja, maar u zult het met mijn oordeel moeten doen.
De laatste vraag is dan, ik zou wat u net zei graag willen koppelen aan de tweede bullet rondom belangrijkste bevindingen 2016, namelijk waardering van bouwgronden niet in exploitatie, maak gebruik van de overgangsbepalingen. Wat bedoelt u daar daadwerkelijk te zeggen? Wat bedoelt u daar inhoudelijk aan ons mee te geven? Nou ja, vrij feitelijk eigenlijk. Hè. De regels het BBV zijn gewijzigd. Een van de aspecten die daarin gewijzigd zijn, dat zijn de niet in exploitatie genomen gronden. Hè, voorheen stonden die onder de voorraden, dus bij je lopende exploitaties. BBV stelt met ingang van 2016, dat moet niet langer daar gepresenteerd worden, maar dat moet je presenteren onder de materiële vaste activa. Daarmee komt dan ook de vraag op van ja, hoe kijk je naar de waardering van de activa zoals die daar staat. Nou, het BBV geeft daar de ruimte en de tijd aan gemeenten om daar nog naar die waardering te kijken. Dus ja, in principe zien we dat vrij veel hoor, dat die waardering in een later stadium nog nader bezien wordt. Dus ja, ik bedoel eigenlijk niet meer te zeggen van, nou ja, let op, van die gronden die stonden eerst op een andere plek, ze staan nu daar. En binnen de termijn die het BBV stelt, moet je nadere uitspraak doen over eventuele herwaardering daarvan. Hè? Maar ook, ja, ook dat valt of staat denk ik weer met het perspectief wat er ten aanzien van die gronden te schetsen is. Wel, dat waren mijn vragen. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik heb eigenlijk één vraag. Want u heeft een terugblik gedaan op de cijfers van 2016. En u geeft drie aandachtspunten voor 2017. En mijn vraag is eigenlijk, want u heeft nu een aantal jaren onze jaarrekening onder zich. We hebben ook een aantal keren een analyse gevraagd aan jullie. Zijn er andere aandachtspunten dan nu genoemd zijn voor 2018 die u ook wellicht bij andere gemeentes ziet die wij nog niet zien? Of is er een aanvulling op 1, 2, 3? Wat is dan nummer 4? Daar zou ik graag willen weten hoe u daar naar kijkt, omdat u meer ziet dan denk ik in dit rapport staat. Ja, nou ja, de weging en hoe we komen tot die top 3, dat is natuurlijk mede uit het perspectief wat we elders zien. Hè. De punten zoals ze hier staan, ja, die 1 is denk ik redelijk specifiek ook vanuit de problematiek zoals die in het verleden gegolden heeft. Nou ja, tegelijkertijd zien we dat daar duidelijke slagen gemaakt worden, maar nou ja, het is goed om dat te blijven doorzetten. De waardering van de bouwgrond in de exploitatie, nou, hebben we het net uitvoerig over gehad. Ja, het sociaal domein is toch eigenlijk wel, toch nog steeds, ook al is het nu het tweede jaar, de belangrijkste bijkomende stromen in het geheel. Waarbij denk ik ook in de systematiek zoals de BVO IJsseland gaat opereren in 2018 ook nog weer wat wijzigingen aanstaande zijn. Dus dat maakt dat ook gewoon een belangrijke focus zou moeten blijven houden. Ja, kijk, je kunt er altijd nog meer aandachtspunten bij gaan verzinnen. Maar hè, als je gewoon kijkt naar de volumes en de grote posten zoals die door een jaarrekening heen loopt, dan zijn dit tegelijkertijd ook wel de belangrijkste dingen in mijn beleving. Ik constateer dat er verder geen vragen meer zijn. Dan wordt u bedankt, meneer Severs, voor de toelichting. Als we kijken naar het proces, dan wordt de zaak behandeld op 1 juni. Alleen op 1 juni ontbreekt nog de goedkeurende verklaring. Als ik goed geïnformeerd ben, dan komt die omstreeks 15 juni. En dan zouden we op 1 juni wel met moties en amendementen kunnen komen, maar die worden pas op 29 juni behandeld. Oké, bedankt. Dan gaan we nu over tot behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag. Wie wenst erover het woord? Mevrouw Lagas. Voorzitter, dank u wel. Eerst even een dank naar de organisatie voor het beantwoorden van de technische vragen. Ik heb nog even een praktische vraag daarover die ik dus niet technisch kon stellen, maar nu nodig is. De antwoorden die wij gekregen hebben, er zit er 1 of 2 bij waarvan wij denken van hé, dat is niet het antwoord wat wij verwacht hebben. Gaan we dat nu weer technisch naar de ambtenaren doen of hoe pakken we dat op? Want er staat eigenlijk geen procedurevoorstel voor. Dat is 1 vraag en dan hebben we nog een volgende opmerking. De accountant gaf het net ook al aan dat de zaken rondom het sociale domein nog niet op orde zijn.
We kregen net ook wat rumoer over de data van het behandelen en van het definitief zijn in het kader van moties en amendementen. Als dit nou een structureel probleem gaat worden ten aanzien van deze cyclus, is onze cyclus dan nog op orde? Want dit geeft, vorig jaar hadden we daar al wat wrijving over van hey, we kunnen dat niet allemaal afronden op het moment dat het op de agenda staat en nu ontwikkelt zich dat weer op dezelfde manier. Dus dan hoor ik graag van de portefeuille houden hoe we dat in de toekomst nou gaan doen. Want dit vind ik, geeft toch wat ongemak. Verder zijn er politieke zaken die we bij de behandeling in de raad zullen op terug zullen komen. U mag verduidelijken een vraag stellen naar aanleiding van de antwoorden die op uw vragen zijn gegeven. Nou, voorzitter, ik denk dat de wethouder daar op dit moment geen antwoord op heeft. Want het is een technische vraag waar getallen bij nodig zijn. En ik kan me niet voorstellen dat hij daar onmiddellijk, en ook niet vanuit zijn portefeuille dus. Dat lijkt me lastig. Ik zal het wel via de ambtelijke organisatie doen. Akkoord. De heer De Vries Robles. Voorzitter, mijn opmerking zou zijn dat ondanks het feit dat we textueel een echte verbetering zien in het jaarverslag, ik nog de vraag aan de wethouder heb van hoe kunnen wij nou eigenlijk beoordelen wat de kwaliteit is van de uitgevoerde acties als we eigenlijk nauwelijks enige vorm van KPI's hebben die slaan op datgene wat we graag willen bereiken. En we hebben al eerder die discussie gehad. En wat ik de wethouder eigenlijk zou willen ontlokken is dat hij nu snel met ons in gesprek gaat over het opstellen van die KPI's die wij graag gewenst zien. De heer Middelkamp. Ja, voorzitter, dank u. Voorzitter, we hebben slechts één vraag aan het college. En als u me toestaat, geef ik daar eerst een korte inleiding op. Want het geval wil dat we een heel korte tijdsplanning hebben gekend. Dat wisten we van tevoren. Tussen bijvoorbeeld het beoordelen van de beantwoording en vragen zou volgens de planning een nacht en een dag zitten. Daar hebben we binnen onze fractie ook terdege rekening mee gehouden. Maar nu wil het feit zich voordoen dat we pas in de loop van de middag de beantwoording van onze vraag hebben gehad. Dat was voor ons vervolgens onmogelijk om die te beoordelen. Dus we hebben geen idee in hoeverre onze technische vragen compleet vanuit onze controlerende taak bezien volledig beantwoord zijn. En dit gezegd hebbende, voorzitter, zouden we eigenlijk, en het schiet me niet te binnen dat ik eigenlijk wel een tweede vraag heb. Misschien dat het college zou willen toelichten waarom die deadline niet gehaald is en we zeg maar een paar uurtjes vanmiddag de tijd hebben gehad om vragen over ettelijke honderden pagina's vlak voor deze vergadering hebben mogen bekijken. Daar zal een goede reden voor zijn geweest. En ten tweede, voorzitter, omdat we geen kennis hebben kunnen nemen van de beantwoording van de vragen, willen we graag een toezegging van het college dat we na deze vergadering, op het moment dat we wel de technische beantwoording hebben kunnen bestuderen, alle ondersteuning krijgen van hetzij het college, hetzij medewerkers van de BOH, om inzichten te krijgen in eventueel onze vervolgvragen op de beantwoording van onze technische vragen. Voorzitter, en dat was onze vraag, dus we horen graag van het college hoe dat in zijn werk gaat en of dat gaat lukken. Dank u. Mevrouw Bakelaar. Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag heeft, of ik wil de nadruk leggen op de discussie die we hebben gehad in meerdere commissies, ook als onderwerp de PNC-cyclus, ook in de ontwikkeling naar een nieuw model. Om ook te kijken hoe zorgen we dat we nog met minder woorden wel nog duidelijker kunnen zijn in wat we hebben bereikt. En wellicht kunt u daar iets over zeggen hoe die procedure eruit ziet. Want ik denk, complimenten aan de organisatie, er staat enorm veel informatie in. Tegelijkertijd is het ook best enorm veel informatie. En de vraag is ook, hoe maak je hem wat dat betreft nog leesbaarder en nog meer to the point. En dat zou heel mooi zijn. Verder zijn er geen vragen of opmerkingen. Het woord is aan wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Allereerst natuurlijk dank voor de uitgesproken complimenten. Die geef ik graag door aan de organisatie. Ik ben het met de heer De Vries Lopez en mevrouw Bakelaar wel eens dat we nog wel een slag kunnen maken. Laat ik die maar even als eerste pakken. De heer De Vries Lopez vroeg naar de KPI's. En hij wou me iets ontlokken en daar ga ik graag met hem mee.
We hebben eertijds afgesproken dat we de indicatoren van de commissie De Pla zouden gaan implementeren. Dat gaan we dus ook doen. Dat gaan we ook doen nog met de komende begroting al. We zijn naast op zoek naar een moment waarop we dat op een verstandige manier met u kunnen wisselen, hè, voorafgaand aan. En dat zou kunnen betekenen, maar dat moeten we met de agendacommissie even bespreken, hoe we dat het beste kunnen doen, liefst natuurlijk voor de vakantie. Nou, dan gaan we met de agendacommissie even naar kijken of daar nog een moment voor is. Anders wordt het ergens begin september. Hè, en dan is het meer een bevestiging van datgene wat al is uitgedacht. Maar goed, dat gaan we zien. En richting mevrouw Bakelaar. U weet dat we naast er op zoek zijn naar een mooi model. Ja, een beetje passend bij het Zaans model. Hè, daar heeft u eertijds ook een lans voor gebroken. We hebben daar ook met de collega's van Hardenberg over gesproken om gezamenlijk het zogenaamde LIAS-model aan te schaffen. Dat is tamelijk duur. De BOH heeft aangegeven dat ze dat gaan aanschaffen. Dus dat is heel positief nieuws. Dat wordt wel de volgende cyclus. Dat gaan we niet meer redden voor de komende, maar dat wordt waarschijnlijk wel de volgende. Maar dat is op zichzelf genomen al wel winst. Dus we gaan het in tweeën doen. Eerst de KPI's, eerst de goede indicatoren en dan full flash het LIAS-verhaal. Dan richting de heer Middelkamp. Ja, allereerst natuurlijk een ruidelijk excuus. Het is inderdaad een dag later dan afgesproken. Dat had inderdaad een hele praktische reden dat een technisch ingewikkelde vraag over de ROFA. Men wilde echt die goed beantwoorden. En daardoor, ja, dat is wel vaker zo, hè, het laatste antwoord houdt alles op. Beter waren geweest dat gisteren, toen de zaak verder klaar was, hè, dat gestuurd was. En dan vandaag die nagezonden was. Nou, is niet gebeurd. Dat is gewoon spijtig. Ik denk overigens wel dat het goed is om voor volgend jaar, en dan ook even in overleg met de agendacommissie, te kijken of we niet een week tussen kunnen doen. Want een dag, dat is voor u geen doen. En je merkt ook voor het ambtelijk apparaat, dat heeft ze spijkerhard gewerkt, ook in het weekend. Nou ja, dat moet anders te organiseren zijn, voor ons beiden. Dus laten we dat als huiswerk meenemen. Ik snap uw verlegenheid om de vragen goed te begrijpen. Dat geldt ook voor mevrouw Lagas. Beide vraagt u eigenlijk van, goh, want u bent als enige twee fracties bezig geweest om vragen in te dienen. En het antwoord, dat moet u natuurlijk kunnen bestuderen. En ik zeg u graag toe dat als u daar vervolgvragen over heeft, het gaat nu natuurlijk niet om in één keer alles weer opnieuw te doen. Hè? Het gaat dan om vervolgvragen vanuit datgene wat u gevraagd heeft. Dat daar ambtelijk in afwijking van de procedure, dat daar wel gelegenheid voor is. Overigens hadden wij om 7:00 een ambtenaar hier juist ook voor beschikbaar. Maar ja, dat liep natuurlijk ook een beetje ingewikkeld. Hè. We hebben een nieuwe eerste man. Ja, die moest natuurlijk ook aan u voorstellen. Dus we snappen dat dat misschien wat ingewikkeld was. Dus laat het wat mij betreft zo dan ook maar doen. En tenslotte, mevrouw Lagas, dat vind ik het moeilijkste. Het sociaal domein is eigenlijk onze cyclus wel op orde. Het moeilijke daarbij is dat wij afhankelijk zijn van anderen en dat we dat dus ook helemaal niet in de hand hebben. Er zijn twee componenten waar wij enerzijds een beetje aan kunnen doen en anderzijds niet aan kunnen doen. De component waar wij een beetje aan kunnen doen, dat is de regio. We kunnen de jeugdzorgcijfers in toenemende mate afdwingen. En dat gaat wel steeds beter, gelukkig. Tweede, dat is een sociale verzekeringsbank. Dat gaat over de PGB's. Ja, en daar zegt de accountant van, ja, die heb ik toch echt nodig. Nou, dan kun je zeggen van, goh, is onze cyclus op orde? Ik denk het wel, want als je kijkt naar de hoeveelheid, hè, in termen van aantallen en geld die het betreft, is het zeer marginaal. Dus geen man overboord, zou je zeggen. Maar ik snap wel dat je graag een compleet beeld zou willen hebben bij de totale behandeling. Dit probleem is niet oplosbaar. Althans niet zolang de sociale verzekeringsbank zo laat levert als ze levert. Dat is in heel Nederland. Accountants gaan er verschillend mee om trouwens. Er zijn accountants die zeggen van, nou ja, die PGB's is zo'n klein contingent. Ik kijk wel via een steekproef bij de ander wel of dat een beetje op orde is en dan neem ik het wel mee. Zo kan het ook. Nou, we hebben een accountant die redelijk spits is. Dat is goed recht. En die zegt dus van, nou, ik wil toch even afwachten om even het finale zegel te geven. Het hoeft u nog niet te weerhouden om gewoon de jaarrekening te begrijpen zoals die is. Het hoeft ook u niet te weerhouden om gewoon dan, uiteindelijk bij de behandeling, eind juni, gewoon die finale oordeel te geven. Dan zijn we overigens nog wel op tijd. Want pas 15 juli hoeven wij onze jaarrekening en ons jaarverslag in te leveren bij de provincie. Tot zover, voorzitter. Iemand nog voor de tweede termijn? De heer Middelkamp.
Voorzitter, blij met het antwoord dat er na deze bijeenkomst gelegenheid is om verdieping op de beantwoording van de technische vragen met elkaar mee te maken. Maar dat heeft iets van een open eindje in zich. En dat is misschien niet zo handig als we met strakke deadlines werken. Als we nou eens vanuit gaan dat we begin volgende week onze eventuele vervolgvragen, dat zou er één kunnen zijn, dat kunnen er ook 10 zijn, geen idee, dat moeten we nog bestuderen. Stel, begin volgende week hebben wij onze vervolgvragen klaar en die zullen we bijvoorbeeld via de e-mail u doen toekomen. Kunnen we dan met u afspreken dat u bijvoorbeeld binnen 2 dagen de beantwoording voor ons beschikbaar heeft, zodat we daarna ons voordeel ermee zouden kunnen doen, voorzitter. Dank u wel. Nou, laten we even kijken naar de noodzaak, hè, om een en ander op tijd zeg maar, te hebben. Kijk, de behandeling van een en ander, dat is medio juni. En ik denk dat het goed is dat we er naar streven. De 29e is de formele afhandeling. Nee, de besluitvorming. Ja. Maar de behandeling is op 1 juni. Voorzitter, staat u mij toe. Waarom deze klem inbouwen als het niet nodig is? Want we kunnen op de eerste dus allerlei amendementen behandelen, maar de besluitvorming is op de 29e. Waarom gaan we dan niet gewoon de 29e de discussie met elkaar aan? Ja, dat kan. Heeft ook tijd voor het fatsoenlijk beantwoorden van vragen. Ja, ik denk dat de heer Middelkamp ook wel wil dat er kwalitatief goede vragen zijn. Kijk, ik kan me ook voorstellen dat een gesprek ambtelijk u verder kan helpen. Maar dat is aan u. Dat heb ik vorig jaar ook zo gedaan. Het is vorig jaar ook zo gebeurd, zegt de griffier. En volgens mij hebben we hier ooit een keer het besluit genomen dat de jaarrekening eerst vastgesteld moet zijn voordat de kadernota behandeld wordt. En de kadernota is voor 29 juni. Ja, 22. De heer Middelkamp. Voorzitter, zouden we als we 1 juni tot behandeling overgaan niet met elkaar kunnen afspreken? En ik, eerlijk gezegd, vindt onze fractie het ook een beetje raar dat dat niet zou kunnen. Want als we nu onze vervolgvragen hadden gesteld, dan hadden we hier en nu waarschijnlijk antwoorden gekregen. Dus als wij begin volgende week onze antwoorden of onze vervolgvragen indienen, kunnen we dan uiterlijk woensdag van u voor de behandeling van de stukken in de raadsvergadering op 1 juni dan de beantwoording. En dan hebben we het over 1 dag voor de behandeling in de raadsvergadering, voorzitter, zou dat misschien kunnen lukken. Dus de 31e, ja, precies, mevrouw Baaklaar, vult dat keurig aan. En dat lijkt ons toch een niet al te overspannen afspraak, voorzitter. Dank u. Ja, dat is lastig inschatten voor mij, want ik weet dus niet de hoeveelheid en intensiteit van uw vraag. Kijk, ik wil graag toezeggen dat we ons uiterst zullen inspannen. Maar een garantie ga ik u niet geven. Met deze toezegging zonder garantie, zo interpreteer ik maar wethouder, gaan we over tot behandeling op 1 juni en definitieve vaststelling op 29 juni. Dan gaan we nu over tot de conceptjaarstukken 2016, conceptbegroting 2018, bestuursdienst Ommen Hardenberg. En aangezien dat in de portefeuille van Bas Verkerk zit, komt er assistentie hier op de, voor mij, rechtervleugel. Ja, nou, dat is eigenlijk voor de ambtenaren. Ja, nou, maar goed. Ja, je heeft wat nou. Heeft nu 2 boeken steun. Ja. Ja, dan heb ik hier. Wellicht is het mogelijk dat de ambtenaren even kort hun naam noemen. Jan Dozeman, medewerker financiën, voornamelijk voor de begroting van de BOH voor 2018. Rian Gerrits, ook medewerker financiën en met name betrokken bij de jaarrekening van de BOH.
Dan gaan we over tot jaarverslag en jaarrekening 2016 BOH. Wie wenst het woord? Mevrouw Lagas. Dank u wel, voorzitter. Een paar opmerkingen. In eerste instantie, de inkoop is straks ook al even langsgekomen. Die staat ook weer in de top 3 aandachtspunten van de accountant. Hoe verhoudt zich dat nu? Hoe is men daarmee bezig? Komt men op orde met het hele proces? En is daar ook een tijdstip aan te geven waarin het goed op orde zou kunnen zijn? En daarnaast hebben we nog een algemene vraag. Dat is als volgt. Er zijn natuurlijk in het kader van de evaluatie zijn er een aantal afspraken gemaakt. Er zijn een aantal stappen gezet binnen de organisatie om te komen tot de doorontwikkeling van die organisatie. En verhoudt de begroting en de middelen die beschikbaar gesteld worden voor de personele lasten, verhoudt die zich tot die doorontwikkeling van de organisatie? Dat zijn onze vragen. De heer Middelkamp. Voorzitter, ik ga mezelf niet herhalen, dus ik wil eigenlijk verwijzen naar wat we bij het vorige agendapunt hebben ingebracht. En daar geldt eigenlijk precies hetzelfde voor. We hadden vragen die zullen beantwoord zijn, hebben we niet kunnen bekijken. Dus mocht het zo zijn dat de vragen naar ons idee niet volledig of niet juist beantwoord zijn en we hebben vervolgvragen, dan willen we ook daarvoor graag afspreken dat we dat na deze vergadering alsnog kunnen doen, voorzitter. Dank u. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Het CDA zou graag willen weten. Er zijn 3 aandachtspunten genoemd voor 2017. Mevrouw Lagas noemde het ook al, de inkoop. Maar ook het verwerken van de begrote onttrekkingen. Dat het niet geheel eenduidig is. En het voorspellend vermogen van de begroting. Wij zouden graag willen weten wat de stand van zaken daar nu is. Dus een toelichting vanuit de organisatie op deze constateringen van de accountant. De portefeuillehouder. Ja, dank voor de goede en treffende aandacht voor de organisatie in de BOH. In de korte tijd dat ik hier zit heb ik begrepen dat de BOH nog niet helemaal doet wat de Raad van Ommen precies zou wensen. Dus ik reken het ook tot mijn taak om daar versnelling en verbetering aan te brengen. Ook ten aanzien van uw vragen waarin de accountant zegt zijn wel een paar verbeteringen nog nodig. Zet daar eens wat vaart achter. Dus dat is al aangekaart in het overleg met de gemeentesecretaris. Die begrijpt heel goed dat er flink doorgewerkt moet worden om dat in orde te maken. Dus daar wil ik mij bestuurlijk voor inzetten. Misschien dat beide heren daar zo nog iets meer een aanvulling op kunnen geven. Maar de bestuurlijke wens is heel duidelijk. En ook de ambtelijke wens om dit uit te voeren is er natuurlijk ook. Het is niet voor niks dat de accountant dat zegt. Maar goed, dat moet ook allemaal wel kunnen. Het is een organisatie vol in bedrijf, ook vol in ontwikkeling. Dus ik vraag ook aan de Raad om daar ook met wat aandacht naar te kijken. Er is nogal wat gebeurd in gemeentelijk Nederland, waar al die ambtelijke organisaties zich op moeten instellen. En dat is af en toe ook nog niet zo eenvoudig. Wat ik zo proef is dat deze ambtelijke organisatie en ook gesteund door de politiek zich vol de aandacht hebben gegeven om een succes te maken van het sociaal domein. Het was natuurlijk een enorm grote opgave en ik denk ook dat u politiek gezegd hebt, ja maar dat moet echt heel erg goed. Daar heeft volgens mij de ambtelijke organisatie zich ook als eerste op gericht, want dat moet ook echt goed. En wat ik zo zie en hoor is dat we dat ook heel goed gedaan hebben. Ja, je moet ergens ook je aandacht aan geven. Dus het zal best zo zijn dat andere dingen wat minder aandacht hebben gekregen. En die pakken we dan wel op. Ik zeg er wel bij, u hebt het ook wel gevoeld, dat we uit 7 jaar economische crisis komen. Die ook zijn gevolgen heeft gehad voor de omvang en de grootte. En het op peil blijven houden van de ambtelijke organisaties. Dat is wel een opgave voor het management om dat te doen. Er is een programma gemaakt om af te slanken en om de formatie wat te verkleinen. Dat vraagt ook nog wel een opgave om het werk over te nemen. En tegelijkertijd ook, ik vind het heel belangrijk, een aantrekkelijke werkgever te zijn. Wil je bijblijven bij de maatschappij en de organisatie, dan moet er ook jong bloed van onder komen. Dus daar moet ook tijd en aandacht voor zijn. Dus ik vraag ook uw aandacht ervoor, voor die opgave die de organisatie moet doen.
En dan heb ik het nog niet over de opgave die we krijgen bij de invoering van de nieuwe omgevingswet. Dat is dezelfde transformatie, revolutie bijna, die we met sociaal domein ook hebben. En daar komt uw raad ook heel sterk in beeld. Want uw raad mag in grote mate bepalen hoeveel ruimte of vrijheid wil de maatschappij geven in het ruimtelijk domein. Dat wordt nog een wild avontuur, kan ik u zeggen. Want daar hoor je hele verschillende bewegingen in. U krijgt er voor de verkiezingen al mee te maken. Ik zou mij wensen dat de raad daar ook in de formatie zich zwaar in verdiept. Want dit wordt echt een groot ding. De ambtelijke apparaat moet het allemaal ook op pad pakken. Dus ik vraag u wel begrip voor het feit dat sommige dingen misschien net ietsje minder hard gaan dan u wenselijk acht. Het is mijn volle indruk dat er zeer gemotiveerd en zeer deskundig wordt gewerkt. Ik heb in nog wel wat ambtelijke organisaties gezeten. Je kunt er echt verzekerd van zijn dat deze organisatie echt gemotiveerd en deskundig en aan de maat levert. Ik verklaar het nog wel eens aan vrienden die zo mee vragen, hoe gaat het nou in Ommen? Ik zeg, dat gaat allemaal hartstikke goed, hele mooie gemeente. En ze hebben een ambtelijk apparaat, wat is toegesneden op een gemeentegrootte van 70.000. Dus het geeft slagkracht, maar het geeft deskundigheid. En daar kun je met z'n allen prachtig gebruik van maken. Ik vind dat eigenlijk wel een sterk punt. Dus ik heb daar de volle aandacht voor en ik ben me verzekerd van de attentie en de inzet van de ambtelijke leiding. Ik kom daar wel op terug, omdat hij erover gerapporteerd wil worden. Hoe snel dat kan, durf ik niet helemaal te zeggen, maar goed, er zijn beerraps en tijdelijke rapportages. Dan moet er wel wat komen, zo is het ook. Is er nog aanvulling nodig van uw kant? Goed, dit is... Ik heb daarmee, dacht ik, de vraag van mevrouw Laglas beantwoord. En mevrouw Makelaar en meneer Middelkamp zeg ik gewoon toe. De raad moet gewoon actief geïnformeerd worden. Daar zullen wij ons zeer zwaar voor inspannen. En als het even kan, ook nog wel even voor de raad uit. En als het niet kan, dan krijgt u ook te horen waarom. En dan kunnen we het er in de raad ook nog wel over hebben. Wat u dan nog nodig hebt om een gedegen besluit te nemen over deze jaarcijfers en de rekening. De tweede ronde. Niemand voor de tweede ronde. Dan gaan we over naar de begroting 2018. Wie? Wat komt er nog meer? Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik zou daar ook wel schriftelijk over gerapporteerd willen worden, de vraag die ik ook nu ga stellen. En dat heeft te maken ook met de ontwikkelingen, niet op inhoud, maar wel op waar we als raad om gevraagd hebben. Ik denk ook dat mevrouw Laglas die bedoelde. We hebben ook gevraagd en we zien dat de organisatie natuurlijk ook veel slagkracht heeft, maar ook nog meer nodig heeft. Daar hebben wij ook geattendeerd op inkopen, op financiën, op personeelszaken. Maar ook binnen het programma, wat zijn nu de ontwikkelingen? Waar gaat nu daadwerkelijk geld aan worden uitgegeven? Als je kijkt ook naar de nieuwe ontwikkelslag, zeg maar, die de BOH gaat maken in 2018. Maar wellicht dat ook, kijk ook even naar de voorzitter, misschien op een andere manier vormgegeven kan worden dan een schriftelijk antwoord en dat er via de gemeentesecretaris, ik ga nu vrij invullen, wellicht weer een presentatie gegeven kan worden. Ik mis dat namelijk even in dit stuk. Dus ik zit houvast te zoeken in de begroting van oké, er gaat veel gebeuren. Maar wordt er dus nu ook een gehoor gegeven aan dat wat deze gemeenteraad gevraagd heeft om input en inzet aan te leveren? Dat is eigenlijk concreet mijn vraag. Ik neem aan dat het een korte toelichting wordt en dat het niet het hele programma wordt doorgelegd. En of die goed gaat, dat is altijd weer een uitdaging. Heel goed, fijn. Ambtenaar, helemaal goed. De vraag die ik hoorde van mevrouw Laglas en van mevrouw Bakelaar over de ontwikkeling in de BOH ook in 2018 en de aanbevelingen eigenlijk van de accountant, hè? Inkoop, financiën, PNO. Dat zult u ook teruglezen voor een deel in de kadernota. We hebben gekeken of wij binnen de BOH
met wat herschikking van middelen kunnen intensiveren op met name de aanbevelingen van de accountant. Dus versterken inkoop, versterken financiën. Wethouder Schelen heeft daar ook al iets over gezegd als het gaat over het Zaanse model en het ondersteuningsprogramma, het financieel systeem, zullen we zeggen. Daar willen we dit jaar al een slag mee maken, maar dat staat voor 2018 zeker op de rol. We doen ook nog mee aan vensters voor bedrijfsvoering. Daar heb ik u eerder over geïnformeerd in de Raad. Eigenlijk komt het jaarlijks terug. Ik heb, als ik het goed heb, over een 4 weken een duidingsgesprek, heet dat. Dan krijgen we de nieuwe resultaten. En wellicht dat we dan ook, als dat wenselijk is, dan wil ik graag een presentatie geven over hoe de ontwikkeling van de organisatie ervoor staat. Maar ook welke keuzes we maken voor 2018 en verder. Mevrouw Bakelaar. Dank u wel, voorzitter. Ik zou daar in ieder geval ja op willen zeggen vanuit de CDA-fractie. Omdat het ook heel mooi wellicht vooruitlopend of in nasleep van een kadernota meegenomen kan worden. Ik zie een stemmend geknik bij mevrouw Lagas. Overigens, de kadernota stond vanmiddag op de mail. 2 uur later dan de beantwoording van de vragen. Dus ik neem aan dat niemand daar nog van kennis heeft van genomen van de kadernota. Zo, van de Moeren heeft hem. Die is hem nu. Van de Moeren is er niet bij, die is hem nu aan het lezen. Oké. Nou, ik constateer dat er verder geen vragen meer zijn. En dan zijn we om 8:15 aan het einde van deze vergadering gekomen. Allen wel thuis.